Ik ben namelijk een vrij onzekere ruiter. En die kant kwam eigenlijk afgelopen dinsdag weer onwijs naar voren. Dat had ik echt maanden niet gehad. Maar... Kijk, zij is ook even nu zoekende van oké, okay, ja. Wow, dat is snel dat we dit moeten doen. Ja. En dat geeft niet. Kom maar, even braaf. Zo ja, aan die kant er langs. En ik wil gewoon een positief gevoel voor haar en voor mij eraan overhouden. Mezelf te reflecteren, wat is er precies gebeurd? Hoe voelde ik me erbij? Hoe ben ik ermee omgegaan? En wat ga ik doen om het te verbeteren? Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voordat jullie alle rijbeelden gaan zien, want ik heb twee keer les gehad deze week, springlessen. En dat heb ik allemaal gefilmd. De eerste helemaal met microfoontjes en dat soort dingen. En de tweede op de telefoon. Ik ga jullie zo meteen uitleggen waarom. Maar voordat jullie daarnaar allemaal gaan kijken, wil ik eventjes het een en ander toelichten. Want afgelopen dinsdag ben ik met Nola naar onze derde springles geweest bij Julia. Ik heb de eerste vanaf eigenlijk les 1 nu bij Julia opgepakt. Daar ben ik onwijs tevreden over. Dat gaat heel erg goed. Julia kan mij heel goed en duidelijk uitleggen wat ik moet doen en wat Nola moet doen. Dus dat vind ik onwijs fijn. Die doet heel erg positief alles benadrukken. En die vertelt me eerder wat heel erg goed is en wat verbetering nodig heeft, maar niet, die gaat niet op al het negatieve lopen stampen, zeg maar. Dat helpt voor mij heel erg goed. Ik ben namelijk een vrij onzekere ruiter. En die kant kwam eigenlijk afgelopen dinsdag weer onwijs naar voren. Dat had ik echt maanden niet gehad. Maar afgelopen dinsdag tijdens de derde les was Nola anders als de lessen ervoor. De lessen ervoor heb ik ook gedeeld op YouTube, dus die kunnen jullie ook al hebben gezien. Ze was anders. Ze was kijkerig met het inrijden. Ze was echt aan het loeren en het voelde een beetje alsof ze op haar tenen liep. En dat kende ik niet echt van haar, waardoor ik daar al een beetje onzeker van werd. En eigenlijk werd dat heel erg gevoed doordat Julia zei, toen we gingen starten met het springen, nou, kom hier maar over het steltje heen. Dat steltje stond op 60 centimeter. Maar de voorgaande keren hadden we elke keer geoefend met een drafbalkje en een kruisje. En niet in één keer dit. Dus ik kreeg daar een beetje error van in mijn hoofd, letterlijk. Dus ik zei tegen haar, kunnen we niet beginnen op een kruisje met een drafbalk? Ze zei, nee, dit kan jij wel. We starten gewoon waar we de laatste keer geëindigd zijn. Vanaf dat moment heb ik complete error in mijn hoofd gekregen en kon ik niet meer paardrijden. Werd ik onzeker, dacht ik echt van, wat gebeurt hier? Nou, Nola was ook al zo. Dus dat resulteerde erin dat het in mijn hoofd, laat ik dat vooropstellen, in mijn hoofd echt 100 keer groter werd. En dat er weer allemaal stemmetjes in mijn hoofd kwamen die zeiden, jij kan dit niet, stap maar af, zet Julia er maar op. Je valt er toch wel weer van af, je gaat het paard het verkeerd aanleren. Alle negatieve dingen kwamen in één keer weer helemaal omhoog in mijn hoofd. Wat voor complete chaos zorgde en waardoor ik helemaal dichtklapte. Dat dichtklappen is dan ook dat ik stop met rijden, maar ook dat ik eigenlijk niet meer hoor wat er precies gezegd wordt en welke tips er worden gegeven, wat natuurlijk best wel onhandig is. Op een gegeven moment, halverwege de les, merkte ik zelf dat ik er weer wat meer in kwam zitten, maar nog steeds niet daar waar ik de voorgaande lessen was. Dus echt met een big smile erop, aan het rijden, lekker aan het genieten. Dat lukte gewoon niet. Ik kwam er niet in. Dat heb ik ook een paar keer tegen Julia gezegd. En Julia heeft me zoveel mogelijk proberen te begeleiden. En die zei ook van, dat gaan jullie straks ook zien van, het is echt zo slecht nog niet hoor. En daar heeft ze achteraf gezien helemaal gelijk in. In mijn hoofd was het echt keer 100 geworden. En dacht ik echt, nou, ik ga die vlog helemaal niet online zetten. En ik wil het allemaal niet. En laat ik vooropstellen, het is allemaal niet perfect. Maar dit is Nola haar derde springles. Ze heeft nog nooit in haar leven gesprongen. Ze moet alles leren. En Julia gaf ook aan, de eerste twee keer was ze gewoon overrompeld. En nu denkt ze, oh shit, gaan we ook al zo beginnen? En dat dacht jij ook. Nou, dat is een wisselwerking. Dan zijn we wat dat betreft wel echt een team. Want Nola voelt mij heel erg aan en spiegelt mij daarin ook heel erg. Dus dat was echt gewoon weer een eye-opener van, ja, rijden, niet zo zeuren en ervoor gaan. Maar op het moment dat ik dan op mijn paard zit,
komt dat er gewoon niet in bij mijn systeem. Ongeacht wat iemand ook zegt, hoe iemand me ook de hemel in prijst, het lukt gewoon niet. Dinsdagavond ben ik thuisgekomen, heb ik alle videobeelden bekeken. Heb ik bij mezelf nagedacht, oké, wat is er nou precies gebeurd? Heb ik het helemaal zo voor mezelf op een rijtje gezet? En toen dacht ik echt van ja, het ziet er inderdaad allemaal zo slecht nog niet nog uit. En natuurlijk wat ik zeg, ja, het is allemaal niet perfect. Maar het is ook niet zo slecht als ik wel eens met Baloo heb gereden bijvoorbeeld. Ik heb daarom meteen de keuze gemaakt Julia te appen om een nieuwe afspraak te maken voor dezezelfde week nog. Dus op dinsdag was les 1, op donderdag ben ik voor les 2 gegaan. Op woensdag heb ik Nola vrijgegeven en op donderdag zijn we dus weer naar Julia gegaan. Met de insteek, niks moet, alles mag. En om ook gewoon positieve ervaringen te geven. Dat paard hoeft niet 1,20 niveau te komen springen. En alles wat we nu doen moet gewoon vertrouwen geven. Een positieve ervaring en ze moeten het leuk gaan vinden. Dat staat eigenlijk gewoon voorop. En dat is heel fijn als iemand je daar gewoon onwijs mee kan helpen. En daar heel erg met je mee in kan denken. En dat doet Julia heel erg met en voor mij. Dus dat is super fijn. Ik ben dus donderdag, dat is gisteren, weer op les geweest. En het was echt perfect. Wat Julia ook zei, dat paard heeft er weer zoveel van geleerd. Dus ik vind het heel belangrijk om deze video alsnog online te zetten. Ook al ben ik er niet helemaal comfortabel mee. Maar soms moet je buiten je comfortzone gaan. Om te laten zien wat er dus gebeurt als ik in mijn hoofd ga zitten en onzeker word qua rijerij. En wat er dus ook kan gebeuren als je gewoon er wel in zit en denkt van oké, ik geef mezelf één taak. Dit gaan we doen en zo gaan we het doen. En dat het dan echt heel anders is en ook voor het paard heel anders is. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde meegeven en wat ik vooraf eventjes wilde delen met jullie. Omdat als ik dit zonder context online zet, kan ik verwachten dat daar wat van te vinden is. Dus dat gezegd te hebbende, gaan jullie nu lekker naar mijn 2 lessen kijken. Dus veel kijkplezier. Als je been geeft, moet hij vooruit gaan. Ja. Kijken nu al. 2 teugels. Kom maar. Been, been. Goed. En handen laag, hè? Mooi, niet zo hoog. Ja. Braaf. Dat was wel een beetje spanning ook van mij. Ja, dat kan ik wel weer zien. Ja. Jezus. Dat geeft niet. Nee. Je moet alleen maar bezig zijn met dat hij recht is aan 2 benen. En allemaal in de vooruit. En de handen laag houden. In balans zitten zelf, wat er ook gebeurt. Kijken. Kom maar. Goed. 1 keer stappen. Oh. Oh. Wat zei je? Ik zei stappen. Ja, hè? Ja. Wat gebeurde er nu? Nu was ik voor. Goed zo. Ik moet wel wachten. Ontspan je wel je hand, maar dan zit jij voordat hij springt, zit je al zo. Ja, maar ik dacht, zit ik hier niet in de weg. Ja, maar als hij stopte, dan lag jij op de kop eraf. Dat klopt. Kijk, zij is ook even nu zoekende van, oké, ja. Wow, dat is snel dat we dit moeten doen. Ja. En dat geeft niet. Dat mag ook best wel. Dit gaan we ook gewoon een paar keer doen, net zolang totdat hij dat vertrouwt. Ja. Maar je moet proberen, en daarom is het zo belangrijk thuis dat hij dus aan je been is. Dat als jij hier, eigenlijk is het ideale scenario met een jong paard is mee, dat je hier aankomt uit die bocht. Je kan hier zitten en je kan been geven. Ja. Ook al zie je geen afstand, maakt het niet uit. Als hij maar recht is en daarheen gaat. Ja. En niet dat hij dus op het einde, als hij net achter jouw been loopt, dat hij nog dat doet. Ja. Want dan ga jij, ho. Ja, dan nee, moet we willen stil. Regelen. Ja. Kijk, nog een keer. Gewoon handen laag, stilzitten, achterover blijven en aan je been. Kijken. Goed, waar ga je heen? Maak een lijn en een plan. Blijf galopperen, hand ontspannen daar. Niet te streng met je hand. Kom maar, kom maar, kom maar. Kijk, nou heb je hem al.
Kijk, goed zo. Even weer stappen. Kijk, nou krijg ik een goede reactie. Ja. Maakt ook een goede sprong. Ja. Ja. Maar soms dan... Jij moet af en toe ook nog even het verschil leren tussen dat hij jou voorbij rent in de draf. Ja. Want dan gaat hij te hard. In het begin is hij eigenlijk een beetje traag. Ja. En dan zit jij ook nog een beetje in je schulpje. En dan blijft hij lekker achter je. Dus dan moet je wat meer openen zelf. En nu, dan weet je alweer wat er moet komen. Ja. Dan ga je weer aandraven zo. Ja. En dan is hij al zo. En dan zeg ik al, ontspan je hand in de galop. Omdat hij dan eigenlijk al een beetje dit gaat doen. Zo. Ja. Dus wat je eigenlijk wil is ontspannen aandraven. Je voelt de ontspanning. Ja. Aangaloperen, maar dan mag hij moet aangaloperen. Ja. En dan in de galop moet hij mooi aan je been zijn. Ja. Maar dat er wel ontspanning is, geen stress. Ja. En dan kan je heel stil daarheen galopperen. Stil zitten, handen laag. Ja. En dan kan je die sprong op je af laten komen. Yes. Ja, nou ben ik de baas. Niet te veel aan die binnenteugel. Mooi buitenteugel. Goed zo. Goed. Hou maar recht, onderbeen. Super. Heel goed. Rustig opvangen, zitten. Rustig naar de draf. Galoppeer maar weer aan, linksom. Goed zo. Goed. Weer een beetje kneden aan je been. Maak je zo weer vol, dan ga je weer even naar de draf. Goed. Braaf. Beter. Nou blijf ik rijden. Ja. Maar je hebt ook heel vaak de tweede of de derde of de vierde keer. Dat is een keer een beetje... De eerste twee keer doen ze heel veel dingen op de bluff, hè? En nu begint hij een beetje... Nu snapt hij het een beetje. En dan in één keer is het van, oh, het is best wel spannend eigenlijk. Ja. Moet je niet van schrikken. Moet je juist gewoon zelf het vertrouwen hebben van de afgelopen twee lessen. En er gewoon lekker heen rijden. Als jij nu denkt, oh, zij vindt het anders... Nee, ze is gewoon even een beetje onder de indruk. De eerste paar keren doen ze dat gewoon zo. Want ja, weten zij wat er allemaal overkomt. Nu snapt ze het een beetje wat de bedoeling is. En dan moet je gewoon hetzelfde blijven rijden met vertrouwen. Oké, doe je het zo nog een keer? Eens mee. Rooie stijl. En dan linksom die okser, die rooie. Ja. Zelfde erheen rijden. Alleen maar bezig gaan met recht tussen twee handen, tussen twee benen. Stilzitten, onderbeen. Goed zo, super. Heel goed. Zo. Je wil alleen maar bezig zijn met recht houden. Recht houden en aan je been. Kom maar, onderbeen. Geef niet. Handen laag. Zo ja. Laat je hem even één keer er langs stappen, dat hij hem één keer ziet. Kom maar, braaf. Zo ja, aan die kant er langs. Goed zo, dit nog een keer. Niet onzeker ervan worden, hetzelfde erheen rijden. Aan je onderbeen houden. Goed zo. Blijf galopperen daar. Geef niet. Dan kan je er ook heen rijden, hè? Ja. Geef niet als ze in de draf valt. Goed zo. Braaf meisje. Goed zo. Wij kunnen dit. Tel maar mee. 1, 2, 3. Kom maar. Goed zo. Oh. Rustig draven. Maak je volte. Oké, blijf maar galopperen. Volte. Volte. Oh, sorry. Focus. Nog een keer, rooie stijl, okser. Goed zo, dit is goede galop. Super, onderbeen, perfect, super. Zitten, niet staan,
Handen ietsje omhoog een keer daar. Ja, daar. Goed. En er weer hetzelfde heen galopperen. Klein beetje rechterbeen. 1, 2, 1. Kom maar. 2, kom 1, maar. 2. Sorry, Nola. Ah. Stappen. Stom van mezelf. Sorry. Ja, jij moet sowieso handen laag. Ja. Met je been. Goed, goed, super. Zitten. Handen mooi stil, niet terugrijden. Oh, handen mooi voor je houden. Goed, blijf vooruit denken. Kijk er overheen. Vooruit, vooruit. Je hebt hem al. Super, super. Goed zo. Goed eens mee. Rustig buiten, teugel. Terugzitten en been. Goed zo. Super. Galoppeer maar door. Aan je been. Kom maar, aan mijn been. Kom maar, kom maar. Goed zo, perfect. Super. Kijken, blijf rijden. Perfect, niks mis mee. Heel goed. Goed zo. Heel goed. Kijk, als je hier weer een afstand gaat maken, ga je weer trekken. Ja. Nu zit je gewoon stil en je laat die afstand, laat gewoon gebeuren. Ja. Hier leert hij van dat hij zelf een beetje meer terug moet komen. Ja. Maar jij hoeft hem niet iedere keer te beschermen. En als je zo meteen terug ziet, dan ben je nog verbaasd. Want hij springt wel heel goed en beter dan de vorige keren. Oh. Veel, veel, veel makkelijker. Heen, daarheen. Heel goed. Stil zitten. Super. Nou denkt hij ook al met je mee. Ja. Nu al kijken. Kijken en sturen. Recht maken. 1, 2, 3. Ja, goed zo. Oh. Rustig opvangen en aangalopperen. Kom maar, en erheen. Kom maar, kom maar, kom maar. Geef niet. Kom maar. Ja, dat was zonde. Eén keer stappen. Oh. Dat geeft niet. Maar dat doe je opnieuw. Draai je te laat. Waardoor hij er dus één te veel maakt. Omdat hij dan helemaal uit zijn ritme is. Ja, maar eerder. Nog een keer. Het hele als je bent? Ja. De whole als je bent. Je moet op tijd gewoon makkelijke wendingen maken. Niet zo moeilijk maken. Super. Stilzitten. Ja, goed. Goed zo. Galoppeer maar door. Nog ietsje meer vooruit. Nog iets meer galop. Zo, daar ja. Goed. Ja, goed zo. Heel goed. Kom. Kijken en draaien. Draaien, draaien. Kom maar. Kom maar, vooruit, vooruit, vooruit. Stil zitten. Goed zo. Goed. Galoppeer maar door. En galop. Naar de stijl. Kom. Rij er maar heen. Geef niet. Rij door. Rij door. Rij door. Galopperen, galopperen, galopperen. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom. Goed. Leer door galopperen. Goed. Niet duwen met je lichaam. Stilzitten. Kom maar. Onderbeen. Onderbeen. Super. Goed zo. Kijken. En draaien. 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 Goed. Zo. Perfect. Super. Goed zo. Kom maar. Goed. Super, super. Goed zo. Oké, is mee. Genoeg. Goed zo. Volgende keer heb je alweer een heel ander paard.
Heb je een heel ander paard? Ik word er zo onzeker van. Ja, moet je helemaal niet doen. Je moet gewoon zitten en rijden. Ja, gewoon zitten en rijden. Gewoon zitten en rijden. Niet te veel nadenken over, oh, hoe, ha, hoe. Je kan geen afstand nog maken. Nee. Je moet gewoon alleen maar zorgen dat hij recht is, dat hij in het midden is, dat hij vertrouwen krijgt. Ja. En dat het niet erg is om er een keer groot of dicht te komen. Ja. Ik heb liever dat hij dan een keer een fout maakt ervan. Ja. Maar daarna loopt hij ook stoïcijns lekker door. Ja. Dat is toch niet erg? Zij nee, moet ook... heb je er wel van geleerd. Ja, maar jij leert ervan, maar zij moet ook leren van, oh, ik moet meedenken. Ja. Oh, oké, als ik niet goed meekijk, dan raak ik hem aan. Ja. Oh, oké. Dat is allemaal een beetje besef dat hij ook moet krijgen. En daarom is hij nu, was hij in het begin wat moeilijker dan de eerste keer. Ja. Nu krijgt hij daar een beetje besef van. Ja, denk je, kut. Wat is springen eigenlijk? Ja. Dat ja, besef krijgt hij nou. Ja, ik zag er nog net niet zo'n vraagteken boven je hoofd. Maar dat geeft niet. Ja. Ik heb er echt error van. Ja. Dan denk ik, ja, Baloo deed moet je niet krijgen? Ook. Misschien kan ik het weer helemaal niet. Dan ben ik in één keer weer al die motivatie. Ja, maar zij moet het toch leren? Ja. En jij moet het ook op haar leren? Ja. Dus kan toch niet binnen één keer pas boom perfect? Nee. Kan niet. Als het maar gewoon in een relaxte manier, ontspannen, gewoon gaat. Ja. Dan komt dat wel goed. Volgende keer heb je hier weer profijt van. Ja. Ja. Heb ik zelf ook altijd. Ja. Zoals ik aan het begin van de video al vertelde, had ik al snel de keuze gemaakt om wel snel weer te lessen met Nola bij Julia. Waarom? Omdat het mentaal voor mij gewoon een hele zware les was. En ik dacht van oké, als ik daar nu te lang over heen laat gaan, dan word ik alleen maar onzekerder. Gaat het veel groter worden in mijn hoofd, want het is eigenlijk helemaal niet nodig. Want ondertussen heb ik zelf al 30 keer de beelden teruggekeken en dacht ik echt van ja, waar maak ik me zo druk om? Het valt eigenlijk allemaal hartstikke mee. Maar goed, het is toch een beetje een eigen leven in mijn hoofd gaan leiden. Dus ik dacht van, ik heb de beelden nu teruggekeken. Ik heb gezien wat ik anders wil doen. Ik heb gezien waar ik me deze les op wil gaan focussen. En ik wil gewoon een positief gevoel voor haar en voor mij eraan overhouden. Met het doel handen laag. Want ik zie bij mezelf, elke keer als ik maar iets spanning in mijn lijf heb, trek ik mijn handen omhoog. Dat zit gewoon haar enorm in de weg en mezelf ook. Dus ik was heel erg doelbewust bezig met deze les hou ik mijn handen laag. En vind ik het gewoon belangrijk om alles met een vertrouwend gevoel te doen. De vorige les was veel kijkeriger en dat was nu al een stuk minder. Dus na de eerste sprong die we gemaakt hadden, voelde ik al meteen van oké, ik zit er weer in. Ik kan luisteren naar de tips van Julia. Zij kan me begeleiden. Zij gaat me vertellen wat ik goed doe en wat anders moet. En dat gaf mij zo onwijs veel rust, omdat ik dus precies wist waar het goed ging en wat er verbeterpunten waren. En ik moet van mezelf gewoon heel erg van mezelf afzetten dat het niet allemaal perfect in één keer kan zijn. Wat Julia ook al eerder natuurlijk zei. Want ja, je bent dit samen aan het leren. En er zitten afstanden tussen die niet fantastisch zijn. En de ene keer wat groter dan de andere keer. En ze loopt er misschien een keertje langs. Of ze gaat er misschien een keertje dwars doorheen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Want je bent het samen aan het leren. En dat je dan nog niet in de goede galop landt en netjes mee zit en dat alles helemaal fantastisch is, ja, dat neem je voor lief. Daarom had ik dus deze keer besloten, ik let voornamelijk zelf op mijn handen laag en op één zelf tempo houden. En ja, ik ben echt onwijs blij en tevreden dat ik alsnog weer zo snel naar de les van dinsdag ben gegaan. Want dit was dus op donderdag allemaal gefilmd. Het was echt fantastisch. Ik heb er een super goed gevoel aan overgehouden. Ik denk dat we bij elkaar 25 minuten gereden hebben. Alles wat jullie nu ook zien, dat was het ook. En gewoon echt top. Echt super goed kunnen afsluiten. We hebben beide veel geleerd. Nola heeft van de vorige les heel veel geleerd. Ik heb dat allemaal in me opgenomen. Ik heb voor mezelf opgeschreven wat ik anders wil en waar mijn verbeterpunten zitten. En dat gaf mij onwijs veel rust en ruimte om dus naar mezelf te kijken, mezelf te verbeteren en een hele fijne les te rijden. Dus al met al ben ik onwijs blij dat we geweest zijn. En ik hoop dat jullie net zo genieten van de beelden als dat ik dat doe.
Nou ben ik natuurlijk onwijs benieuwd wat jullie van de lessen vonden. Ik heb echt weer heel erg veel geleerd, genoten, vooral donderdag. En ik ben heel benieuwd of dat jullie wel eens onzeker zijn ter paard en hoe jij daarmee omgaat. Voor mij helpt het dus heel erg om het mezelf te reflecteren. Wat is er precies gebeurd? Hoe voelde ik me erbij? Hoe ben ik ermee omgegaan? En wat ga ik doen om het te verbeteren? Voor mij heeft het ook heel erg geholpen om het dus direct weer te doen. Dus meteen 2 dagen later weer op les te gaan. En ik had mezelf 1 taak gegeven en dat was handenlaag. Dus ik wilde op mijn handen focussen. En de rest, dat komt later. Dat de afstand nog niet perfect is. Dat ik soms als een krant zit. Dat ik soms niet helemaal meekom. Dat komt allemaal later. Eerst wilde ik focussen op handenlaag. En dat is gelukt. En ik ben super trots op mezelf dat ik toch weer door heb gezet. En op Nola dat ze het weer zo goed heeft opgepakt. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie mening daarover. Laat het me in ieder geval eventjes onder de reacties weten. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Dus tot de volgende. Doei doei!